De deelnemers aan de 11e internationale Scheldebeker-zwemwedstrijd werden per boot vanuit Vlissingen buitengaats gebracht. Onder hen bevonden zich verschillende groten uit de Nederlandse zwemwereld, zoals Jan Stender en Arend Keizer. Bij de dames onder meer Annie Veldhuizen. De meesten lieten zich met een dikke beschermende vetlaag insmeren. Deze lange afstandwedstrijd vindt plaats in de mond van de Westerschelde tussen Breskens en Vlissingen, een traject van 4 kilometer. Evenals bij de beroemde kanaaltocht krijgt elke deelnemer een volgboot bij zich. En dat was deze keer dubbel nodig, omdat de zwemmers te kampen hadden met een woeste zee. Onze cameraman trouwens ook. Het was vooral in het begin moeilijk te zien wie de leiding had. Pas bij de kust van Vlissingen kregen we enig inzicht hierin. Arend Keizer uit Hilversum, nummer 7, lag bijzonder gunstig. Maar het bleek dat voor hem nog de Utrechter naar Willemsen zwom. Het was deze Willemsen die als eerste in Vlissingen aan land stapte na 1 uur 10 minuten en 8 zestiende seconden. Bij de dames was Annie Veldhuizen de snelste.